deelnemers. En die zaten allemaal best wel dicht bij elkaar. Er was niet één iemand die er echt gigantisch bovenuit stak. Dus het was sowieso erg moeilijk om een hele duidelijke ordening meteen te maken. Ze hebben er meer dan een uur over gedaan om het op allemaal kleine minutieuze punten toch nog een top 11 van te maken. Laten we maar gewoon dan van beneden naar boven werken, dat is denk ik het handigst. Dus we beginnen op plaats 11. Die was voor Jordi. Ik weet niet waar Jordi nu is. Ik hoop in ieder geval dat hij de komende jaren wel gewoon weer terugkomt. En ja, het is nu jammer dat je dan 11 bent geworden. En misschien nog 11 van Nederland, dat ook. En ook nog een tip van ons, dat wij soms het idee hadden dat je touw zo lang was dat je in de weg zat. Maar misschien is dat goed, voor jou wel goed, maar voor ons kwam het daar soms nogal onhandig over. Dan gaan we nu door naar 10. Dat is Jurgen geworden. Hoi. Het begon bij jou echt heel mooi met je Excalibur gedeelte, dat was allemaal heel vloeiend. Maar daarna verviel je een beetje in allemaal 1 Diabolo, Suicide en Integral dingen die gewoon, ja, die laagden volgens mij niet echt. In ieder geval, het zag niet echt comfortabel en het zag niet eruit alsof je er goed bij voelde zelf. En daardoor ging er ook veel mis. Dus daarom vrienden. Ook met jou zien we natuurlijk graag terug, want je Excalibur zag echt gewoon gelikt uit. Dat was gewoon cool. Nummer 9 dan, dat is Ido geworden. Ja, hij begon cool met zijn pensje en had ook wel een goede attitude. Alleen er zaten wel gewoon echt veel drops in en het was ook niet allemaal even clean en netjes uitgevoerd. En het was ook zeker niet de technisch meest geavanceerde act van allemaal, dus vandaar 9e. Dan nummer 8, dat is Peter geworden. Jouw act vonden we best wel moeilijk om te beoordelen, omdat je best wel, vonden we allemaal, een stijl had die je van de rest onderscheidde. Maar tegelijkertijd was je 1 Diabolo en 2 Diabolo deel niet technisch gezien veel beter dan de andere. Maar omdat vooral je stijl echt heel goed was, die vonden we echt onderscheidend, hebben we je toch boven de andere geplaatst. En we hebben ook gezien dat je 3 Diabolo's kan, dat is ook gewoon een technisch iets wat gewoon goed is. Dus vandaar. Okay, dan gaan we verder met nummer 7. Nummer 7, 6 en 5. En ook 4. Dat blokje vonden we echt heel moeilijk, dat zat echt heel erg dicht bij elkaar. Uiteindelijk zijn we toch uitgekomen op plaats 7, Stef. Ik zie hem nu. Hij deed wel gewoon echt moeilijke trucs, eigenlijk met 3 Diabolo's ook. Maar hij dropte gewoon best wel veel. En het was ook jammer dat je een best wel stijve houding had en je niet echt erbij bewoog. Dus daardoor kwam het een beetje mechanisch over. Maar wat je deed was wel knap, als je dan de drops niet ermee rekent. Dus vandaar. Dan komen we bij 6. Dat is Guus, maar die is volgens mij weg. Ja, Guus is er even niet, maar die komt wel weer terug. Ja, van Guus vonden we het heel goed dat hij was een van de eerste die ook echt aan het bewegen was en die naar ons keek en naar jullie keek. Zijn 3 Diabolo's waren juist buiten de tijd, maar omdat hij toch goede 1 Diabolo en 2 Diabolo trucs had, die ook best wel clean waren, hebben we hem toch boven Stef geplaatst. Dan komen we nu bij nummer 5. Dat vonden we ook lastig, maar dat is Stijn Piet geworden. Piet had wel het meest distinct, hoe zeg ik het in het Nederlands, de onderscheidende performance van alle mensen. Omdat hij echt er zat wel echt een idee achter hoe hij begon met op de muziek met die trommels. En dat was echt heel cool, dat zorgde echt dat hij anders was dan de rest. Maar tegelijkertijd waren die trucs niet heel veel moeilijker dan de rest. En er zaten toch nog best veel drops in. Ja,
Dus vandaar. En dan nummer 4, dat is Rens geworden. Bij jou was het begin ook goed doordacht. En jij was eigenlijk de enige die contact juggling erin had. En ook dat je hem zo jongleerde achter je rug, dat soort dingen, dat was echt heel cool. Maar tegelijkertijd waren ook je één diabolo dingen soms best wel sloppy. En je had helaas heel veel drops dat je echt aan je nummers toe kwam, zeg maar. Want je qualified wel 4. Dat hebben we ook zeker meegenomen, maar omdat er heel veel drops aan vooraf gingen, hebben we je toch niet hoger gezet. Ja. Oké, en nu komt de top 3, dus als nu je naam wordt genoemd, dan willen we je graag uitnodigen naar voren. Nummer 3 is geëindigd, Vivian. En alvast op deze keer. En jouw performance was, je stond verschrikkelijk rustig, of soms kwam het zo over, en heel stoïcijns. Je hebt het 1 keer gedropt maar, en je hebt toch moeilijke trucs gedaan. Maar als tip wil je wel meegeven om in het vervolg te proberen wat meer contact te maken met het publiek en wat expressiever te zijn in je houding. Maar toch top 3, dus dat is gewoon verschrikkelijk goed. En dan komen we nu bij nummer 2, en dan is ook automatisch nummer 1 bekend. We vonden het onderscheid tussen 2 en 1 ook erg lastig, omdat ze wel allebei andere dingen hebben waar we ze op konden uitblinken. Maar uiteindelijk is 2e geworden Boris. Ja, het was gewoon erg goed. En ook meer dan andere, of in ieder geval meer dan sommige, bewoog je ook gewoon echt bij je trucs. Je zag er gewoon mooi en beheerst uit. En je deed gewoon 1, 2 en 3 diabolo trucs die goed waren en ook clean uitzagen. Alleen je had wel wat meer, of je had iets meer drops dan Vivianne, maar dat wordt weer goed gemaakt door je stijl en hoe je het uitvoerde. Dus vandaar.